Ex-president Jules Weidenbos is gisteren naar het buitenland vertrokken voor medische behandeling. Het voormalige staatshoofd van 1996 tot 2000 is kort in het ziekenhuis opgenomen geweest, maar na behandeling achten lokale medici het van belang hem voor verdere medische assistentie naar het buitenland te verwijzen. Gebruikmakend van de regeling voor ex-presidenten is het voormalige staatshoofd eerder op de dag op het vliegtuig gestapt. De regering wenst hem beterschap en een spoedig herstel toe. Verder bevestigt de communicatiedienst ook dat minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer gisteren met spoed is opgenomen op de intensive care afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.